Morgen om 8 uur ontvangen de Canaries hier op Staaie Beerschot Wilrijk. Het beerschot van onze coach Mark Brijs. Het blijft een speciale wedstrijd, omdat dit de ploeg is waar je gestart bent, waar alles gestart is. Enkele weken geleden trokken de Canaries al naar het Kiel, waar ze de 3 punten mee naar huis konden nemen. Dante van Zijer opende de score voor de Ratten, maar Kinoshita maakte al snel de gelijkmaker. Het was Jordan Botaka die met een penalty de 1-2 eindscore op het bord wist te zetten. Geen gemakkelijke wedstrijd, zei hij nadien. Dat wisten we ook voor de wedstrijd dat het niet makkelijk zou zijn. Ik denk dat geen enkele wedstrijd in deze reeks makkelijk gaat worden. Afgelopen seizoen kruisten beide ploegen ook al de degens in play-off 2. De Canaries versloegen op het Kiel de Ratten van toenmalig coach Mark Brijs met 1-3. Op Staaien werd het 3-2 voor de Canaries. En Jonathan Lejar die scoorde toen 2 mooie doelpunten. Zondag dus op het programma, een blij weerzien tussen onze technische staf en Beerschot Wilrijk. Maar ook voor Kenny Steppen, die nog voor de Kielse Ratten speelde. Kenny Steppen wist dit te zeggen over Beerschot Wilrijk. Dat hij overgaat met